We zouden hem bijna vergeten, maar we vergeten hem niet. Sharon! Was hij belangrijk vanmiddag. Zonder hem hadden we misschien wat minder feest gehad. We willen u horen zo luid dat ze in Zeist, Marco en John het horen. Hij moet in oranje. Onze doelman Zelder! En Fred Rutte zei vanmiddag nog, wat een fantastisch cadeau om afscheid te nemen. De voorronde van de Champions League. Erik ten Hag en Fred Rutte. En Theo Snelders. Zetten. Yeah.
de kampioen zijn. FC supporters.
Ik heb het een beetje moeilijk, een beetje veel moeilijk om afscheid te nemen van jullie. Jullie die altijd de afgelopen 2 jaren die team heeft gestaan. Dat is grote klasse. En als jullie dat in de toekomst ook blijven doen, zal deze club doorgroeien. Ik wens jullie in de toekomst heel veel succes. En het kan niet anders als je zo'n leiding hebt als FC Twente. Met onder andere onze voorzitter Joop Munsterman. Nogmaals, jullie hebben ons doorgesleept. In deze, zeker in dit jaar. En ik heb het niet alleen gedaan, maar ik denk dat het ook gepast is om de mensen die hierachter staan, van de verzorger tot aan de materiaalman, tot aan dit team, die hebben ervoor gezorgd dat jullie voorronde Champions League gaan spelen. Dankjewel allemaal. Zonder meevallers. Romano Denneboom, Elgiero Elea, Douglas Teixeira, Stijn Huizen, Alfred Schreuder, Arnautovic en Nikolaj Mikhailov. Zij kwamen opnieuw vierde en voorronde Champions League. En supporters, wij buigen diep voor onze spelers, onze technische medische begeleidingsstaf. Waarbij één man dat bijzonder maakt, dat heeft u net gehoord, dat was Fred Rutte. Tot slot de eindsprint van dit seizoen. 11 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Play-offs tegen NAC. Bang! 3-0, 1-5. Hey,
schudden.